Hey, super leuk dat jullie kijken naar mijn allereerste real life video. Ik ben vandaag 2 dagen met iemand mee geweest en vandaag mag ik het zelf uit gaan zoeken op de trailer. Ik vind het wel een beetje spannend. We hebben het niet heel druk. We hebben 2 adresjes. Eentje losse 33 pallets. En daarna gaan we of koppelen of laden in Vos bij Helmond. Of bij Vos in Helmond, moet ik het wel goed zeggen, jongens. Ja, dat is voor de bolsiers, dat zijn die geurkaarsjes. Het is een beetje donker, als ik deze lampjes uitzet, dan zie je eigenlijk niks meer. Dus ja, ik heb een pompwagentje onder de trailer neergezet, dat kan ik zo meteen wel even laten zien. Maar het is nu een beetje donker, dus we gaan op weg naar Hele, jongens. We gaan laden of lossen bij de Hele. Ik ben even op de boordcomputer bezig om het een en ander weg te klikken. Ja, wat ik verder nog wil zeggen, ik ben natuurlijk geen vlogger, ik ben het niet gewend, maar ik wil wel misschien meer dit soort dingen gaan doen. Dus ik ben nog niet echt ja, heel goed en misschien een beetje een rare video, ik weet het niet. Laat maar even in de reacties weten wat jullie ervan vinden en of dat jullie meer willen zien. Dus nou jongens, we gaan even op weg naar Hele. Nou jongens, zoals jullie zien is het aardig licht geworden. We zijn op dit moment onderweg naar Hele nog steeds. Vanaf de zaak in Woerden bij ons is het 155 kilometer. En ik moet nu nog 110. Het was vanmorgen dat ik filmde een beetje donker. Dus toen heb ik gezegd, nou als ik straks onderweg ben en het wordt wat licht, dan pakken we hem weer eventjes op. 1 kilometer. Ik heb vandaag een 3-asser bij me. Gewoon een normale trailer met een gestuurde as achter. Ze hebben niet heel veel druk op mij gelegd, maar ik vind het wel een beetje spannend, want ik ben natuurlijk eigenlijk nog heel onervaren. Dus ja, we zijn lekker onderweg naar Hele en dan gaan we er even eentje lossen. Een volle trailer, 33 pallets, helemaal tot de nok vol. Waarschijnlijk gaan ze met de heftruck eerst de 2 palletjes even eruit trekken. En dan pak ik mijn handpompwagen, die zit in de kist onder de trailer. Dat ga ik straks allemaal laten zien hoe dat dan precies eruit ziet. Nou, die pak ik dan en die gooi ik naar binnen en dan zet ik die pallets op de rand zodat hij ze kan pakken. 13 kilometer doorrijden, nou je hoort het. En ja, vanaf daar gaan we 1 adresje laaien of er moet gekoppeld worden, dat moet ik even zien. En daarna gaan we even bellen of er nog wat te doen is in de buurt. Of als ik moet koppelen en hij zit vol, dat ze zeggen van nou kom maar naar de zaak. Dat weet ik nu nog niet, dat gaan we allemaal meemaken. Dus we gaan nog even 108 kilometer sturen voordat we bij het losadres zijn. Ik film dit met mijn telefoon, die heeft op zich een hele goede camera. 4K kan ik filmen, voor- en achterkant. Ik moet alleen eventjes kijken straks of ik bijvoorbeeld ja, vanaf het raam buiten kan filmen, zeg maar, dat je de trailer ziet. Maar wat ik zei op het begin, ik ben nog niet, of ik ben tenminste geen ervaren vlogger of zo. Dus ik moet even kijken met de spullen die ik heb, hoe we dat gaan doen. Ik probeer zoveel mogelijk mooi beeldmateriaal te maken. En ja, ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Dat jullie ja, willen zien hoe dat allemaal werkt. Dus, maar we hebben eerst nog even 100 kilometertjes te rubberen. Dus dat gaan we dan ook doen. Zo jongens, dat was even lekker. Hop, klimmen we de cabine weer eventjes in zo. En dan gaan we weer lekker verder. Inmiddels nog 72 kilometer. 72,5, ja die halve kilometer. Zometeen zal ik eens even rondom de auto filmen wat ik precies voor auto bij me heb. Ik heb geen vaste auto nog. Het is vandaag natuurlijk mijn eerste dag alleen. Dus ik heb nog niet, er gaat er eentje heel dicht achter mij zitten. Ik heb natuurlijk nog geen vaste auto, maar dat zal in de tijd wel gebeuren, denk ik.
Dus ja, nog een stukje 70 kilometer en dan gaan we weer even verder kijken. Zo, hoppatee. Inmiddels is de zon mooi komen schijnen. We zitten nu natuurlijk in de periode van herfst. Dus het is eigenlijk vaak altijd een beetje stormachtig en regenachtig. Maar onderweg naar het mooie Limburg, daar staat toch altijd de zon mooi te schijnen, zoals je kan zien. We hebben wel een beetje bewolking. Het is eigenlijk gewoon een hartstikke mooie dag tot nu toe. Het is 17 graden op dit moment. En ja, dat belooft wat moois. Ik heb er zin in. Nou, Limburg jongens, daar zijn we dan. Yeah, let's go. Sjors, waar is Sjors? Dat klopt, dat ben ik. Ik zie geen Sjors. Maar goed, we zijn ongeveer over 800 meter op de eindbestemming. En voorheen reed ik met de bakwagen. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit hoe je dat ging doen. Hoe je aankwam rijden. En nu heb ik dus een oplegger bij me. En dan is het eigenlijk wel een soort belangrijk. Of nou ja, belangrijk niet, maar handig. Om te weten hoe je aan moet rijden. Daarvoor moet je eigenlijk weten of het dokkie of hetgene waar je moet lossen links of rechts zit. En of je dan ook links of rechts moet aanrijden. Zodat je eigenlijk over de goede kant hier aan kan dokken. Want ja, ik ben natuurlijk vandaag voor het eerst op pad. En het is eigenlijk moeilijk om dan gelijk over de verkeerde kant aan te rijden. Dus ik weet eigenlijk nu niet zo goed of ik rechts of links moet lossen. Maar we gaan het eventjes bekijken. De navigatie die ik gebruik, die staat in principe nog op de lengte voor de bakwagen. Het is wel een trucnavigatie, maar die lengtes heb ik nog niet aangepast. Dat moet ik nog doen. Dus we gaan eventjes kijken hoe de vork in de steel zit. En anders dan rij ik even een rondje en dan rij ik gewoon terug over de goede kant. Hij zegt op deze weg waar ik nu rij aan het einde rechts en aan de bestemming bereikt. Dus ik hoop eigenlijk gelijk dat het dokkie dan in mijn geval nu links zit. Want dan kan ik gewoon makkelijk voor het dok. Zo is het. Rechts afslaan en dan heeft u uw bestemming bereikt aan uw rechterhand. Je hoort het. Bestemming bereikt aan de rechterhand. Dus eigenlijk moet ik even een rondje rijden. En dan, u heeft uw bestemming bereikt aan uw rechterhand. Ik zit even te kijken, want misschien is het dit wel. Of moet ik in dit dok hier. Nou, dat ga ik natuurlijk niet over de rechterkant doen. Dat ga ik niet over de rechterkant doen. We gaan eerst eens eventjes kijken of we ergens naar binnen moeten. We zetten hem even aan de kant zo. We gaan eerst eens even polshoogte nemen, hoe of wat. Ik denk eigenlijk wel dat we naar binnen moeten. Want ik heb natuurlijk 33 pallets, hele trailer vol. Dus het lijkt mij dan sterk dat het aan de kant weg gewoon los is. Misschien zegt hij wel van, joh, gooi hem even in die put. Nou, dan rij ik even een rondje en dan probeer ik andersom aan te rijden. Want ja, ik doe het vandaag voor het eerst, hè, dat zei ik al. Dus ik ga niet gelijk over de verkeerde kant de put in. Ik zag ook dat er een andere container stond. Dus ik durf het eigenlijk sowieso niet aan om gelijk dat te doen. We hebben een meegestuurde as, weet je. Je moet even dat even onder de knie krijgen, dat soort dingetjes. Dus ik zet deze even op lossen. Ik loop even naar binnen, want ik wil even weten hoe de vork in de steel zit. Jongens, ik heb even niet gefilmd met het aandokken. Het was een beetje druk en voor de eerste keer was het een beetje spannend ook en zo. En ik had eigenlijk niet echt de tijd om de camera een goede positie te geven, want er stonden wat mensen te wachten en te doen. En als ik dan nog op mijn gemak een plekje moet zoeken voor de camera, dan wordt dat toch lastig. Wat ik zei, hè, ik film natuurlijk met de camera van de iPhone. En ik weet niet zo goed, zeg maar, waar ik die camera moet neerzetten om goed die hoek te filmen. Dus het was nou een beetje druk en dat soort dingen. Dus ik had niet echt de tijd om een goede plek daarvoor te vinden. Kijk, zolang ik in de cabine film, dan heb ik hier gewoon die houder. En daar zet ik hem dan zo in. En dan film ik of naar buiten of naar binnen naar mezelf. En ik wil eigenlijk, kijk, dit is dan die spiegel. Eigenlijk die camera, weet je wel, net even hier opzetten op die spiegel. Of ja, misschien hier op het raam. Nou, ik weet dus niet zo goed hoe je zoiets zou kunnen maken. Dus ik moet daar even over nadenken. Misschien dat ik deze zuignap hier aan de buitenkant kan doen. Dat ik mijn telefoon, zeg maar, zo neer kan zetten.
En dan zou je misschien dit beeld kunnen krijgen. Dan zou je misschien dit beeld kunnen krijgen. Zo. Zou wel kunnen op zich, denk ik. We gaan het eens even proberen zo meteen bij Vos. Bij Vos gaan we zo meteen wel even proberen. Dan doe ik van tevoren die zuignap even hier neerzetten. En dan gaan we eens even kijken of het lukt. Dus we gaan nu even laaien. Nou jongens, we zijn in Helmond aangekomen bij de Vos. Bij mijn nieuwe werkgever eigenlijk. Want wij zijn natuurlijk overgenomen door Vos. Wat ik geprobeerd heb is de camera aan de buitenkant van het raam te doen. Maar dat is niet helemaal gelukt. Dus dat vind ik op zich spijtig. Ik moet daar wat voor verzinnen. Dus als er misschien iemand kijkt en die denkt van iemand anders doet dat zo of zo. Laat het maar weten. Want ik wil eigenlijk dat soort beelden ook opnemen. Maar ja, dat gaat nu dus niet. Eventjes kijken hoor. Want ik heb hem nu aan de binnenkant van de voorruit gedaan. Maar ik denk niet dat het op deze manier goed zou gaan. Denk ik. Ik zal eens even kijken wat deze jongen gaat doen hier. Kijk, lekker een Repner achter mij. Oh, die kerel die blijft staan. Dat is ook mooi. Flikker ik hem hier wel neer. Ik weet het anders ook niet. Jongens, ik loop even naar het kantoor. Ik denk dat het wel kan eigenlijk zo, een beetje filmen zo. We gaan het even meemaken zo meteen, jongens. Nou, er komt dus een platkop aan die zegt, ik moet daar staan. Dus we gaan even achteruit. Dat is wel spannend. Want er staat er daar wel een. Er staat er daar dus eentje en die moet hier gaan staan. Dus dan moet hij even gas geven, dan kan ik mooi je auto daar parkeren, weet je wel. Nou ja, ik weet het niet, jongen. Of het hem allemaal gaat lukken. Nou, het is een Hollander. Ik dacht dat het de platkop was, maar... Nou, ik moet zeggen dat ik er ook niet echt lekker bij sta, hoor. Maar... We moeten toch eerst even melden binnen. Bos Logistiek, Schiphol. Lekker luchtvracht rijden. Ah, het is ook niet makkelijk hoor. Je zal zo meteen zien, ik denk dat het wel kan zo filmen eigenlijk. Dan zal je zien dat het mij ook nog niet op zijn best afgaat, toch? Maar ja, eerste dag hè, eerste dag jongens. Dus ja, wat verwacht je? Ja, er komt een collega aan, snelle. Moet waarschijnlijk ook een melkkorfje op.
denk ik. Denk ik. Nou jongens, ik ga binnen vermelden en dan zijn we zo terug. Zo jongens, nou we zijn even op het kantoor geweest. Vanwege alle coronamaatregelen duurde het vrij lang. Het is voor mij koppelen. Even een lege neerzetten en een volle laaien. Ik hoop zo meteen als we achteruit rijden naar een dokkie dat we het allemaal goed kunnen zien. Ik heb er een hard hoofd in. Maar ja, anders moet ik daar een keer wat anders voor verzinnen. Er staat ook nog een collega hier bij Vos in Helmond en die moet pallets gaan laaien. Dus als het goed is zou er zo meteen een dock 25 vrijkomen waar ik dan ja, kan gaan koppelen. Maar dat is een heel stuk verder nog. Een heel stuk verder nog. Onze vrienden van Dasher. Onze collega van Snel. Leeg. Leeg? Nee. Hij gaat weg toch zo? 25 jongens. 25, onze vrienden van Vos. Kijk jongens. Alle dubbele camera's zien die zo. Dikke Mercedes, dikke Actros. Lekker pik. Ik ben echt heel erg benieuwd jongens, met achteruitrijden zometeen, hoe dat eraan toe gaat. Meneertje Vos, die staat op mijn dok waar ik deze moet neerzetten. Dus de motor start, of de motor loopt wel. Dus volgens mij gaat hij zo vertrekken. Even kijken hoor jongens, we hebben een bericht op de boordcomputer. Zonnebril. Nou, let op. Heeft er iemand een zonnebril op sterkte gevonden bij deur 34? Nou, ik heb niks gezien. Dus nee, heb ik niet gevonden. Als we zo meteen op dock 25 staan, dan moet ik hem afkoppelen en dan moet ik een volle gaan laaien. En hij zegt, die is gelaaien, maar wat hij zei tegen mij van ja, als je hem neer kan zetten, dan gaat er een groene lamp branden en dan kan je wegrijden. Maar dat heeft voor mij dus geen zin, omdat ik alleen maar moet koppelen. Voor mijn collega geldt wel, als hij hem aan het dok zet, dan moet hij buiten wachten. En dan op een gegeven moment gaat bij het dokje het lampje groen branden. En dan kan hij dus wegrijden. Dat is eigenlijk een soort indicatie dat je kan zien van hé, ze zijn klaar. En dan kan hij dus weg. Nou, ik dacht dat de motor al liep van meneer Vos, maar die start nu pas. Ja, en daar komt hij hoor. Rubberen. Gas met die zooi. Mijn fijne collega van Snel, die helpt meneer Vos met de deuren dicht doen achter op de trailer. Want ja, we zijn nu collega's, dus je moet een beetje collegiaal zijn voor elkaar. Sowieso moet je een beetje lief zijn in deze moeilijke tijd natuurlijk. Maar hij moet nou gauw wegwezen, hup.
Nou jongens, daar gaan we. Bijna het spiegeltje eraf. Lekker man. Nou jongens. Nou, dat moet hem zijn. Nou jongens, hij zat voor het dok. Volgens mij kon je het niet heel goed zien. We koppelen hem even gauw af. Dan koppel ik die andere aan, zijn we zo terug. Nou jongens, het is weer zover. Wat ik net vertelde over dat lampje, dat klopte wel. Je kan het hier zien. Dat rode lampje, dat moet groen worden. En hij is nu rood. Dat betekent dat de dock shelter nog in de bak ligt. En ik dacht eigenlijk in eerste instantie dat deze trailer al vol was. En dat ik hem zo kon aankoppelen en wegrijden. Dus ik had hem aangekoppeld. Die andere die staat mooi daarnaast. Ja, dat kan je nu niet goed zien. Ik had hem aangekoppeld en ik wil wegrijden. En mijn collega die zegt stop, stop, stop. Dus ik zeg wat dan? Dus ze waren nog bezig met laaien. Joh. Dus ik koppelde hem aan en ik reed hem zo van dok weg. Terwijl ze nog aan het laaien waren. Dus dat ging helemaal goud, jongens. Dus maar ja, mijn mentor met wie ik mee was. Die zei altijd, als zulke dingen gebeuren, ja, laat het hier los en ga door. Dus we moeten er maar om lachen en we gaan door. Zo, weer onderweg naar de thuisbasis. Ik heb hem net eventjes achteruit terug laten rollen. Of tenminste teruggerold tegen het dok aan. Ik heb hem die dock shelter terug laten leggen. Toen deed hij eigenlijk nog even een beetje bij de hand ook. Van ja, €50 boete en hoe ken dat nou en dit en dat. Dus ik zeg tegen hem, ik zeg joh, ik doe het voor het eerst, doe even normaal joh. En toen ben ik op een gegeven moment weer in de auto gaan zitten. Toen op een gegeven moment zag ik inderdaad dat het lampje groen werd. Toen heb ik weggereden. En als ik hem aankoppel, doe ik altijd even voordat ik de poten indraai. Dan rijd ik natuurlijk achteruit en dan hoor je klik, klik. En dan hoor je dat die kingpin in die schotel vast zit. Dan laat ik hem even iets tijgeren. Dan laat ik hem iets optrekken. Want dan voel je zeg maar dat de trailer stil blijft staan. En dan weet je dat die vast zit. Tenminste, dat hoeft niet altijd zo te zijn, maar dat is dan een beetje zekerheid. En dan loop ik even naar de andere kant en kijk ik even bij de schotel hoe dat die erbij zit. En dan kan je vaak wel zien of die hendel, zeg maar, of die goed zit. Nou, dan draai ik die pootjes even omhoog en dan doe ik die slangen allemaal erop. En dan rijd ik zo weg. Dus we zijn onderweg naar Woerden, 100 kilometer. Nou, zoals je hoort, over 600 meter een rondondetje. Dan nog 100 kilometer, anderhalf uur naar de zaak.
En dan gaan we hem daar weer even afkoppelen. En dan denk ik dat de dag er weer op zit. Want dan is het alweer laat. Of nou ja, laat. Misschien dat ze zeggen, gaan we maar even dit of dat doen. Ik weet het niet. Dus ja, we gaan eventjes afwachten. De keuze is reuze met de trailer, hè. De keuze is reuze. Nou jongens, we zijn met het Emma Ennetje. Ik vind het een hele fijne auto. Het is eigenlijk de eerste keer dat ik echt alleen op pad ben met deze auto. Ja, ik heb natuurlijk wel op de bakwagen DAF en Mercedes gereden. Maar ik vind dit op zich wel een fijn autootje. Ik heb de DAF en zo zelf nog niet meegekregen. Misschien een andere keer. Maar tot nu toe vind ik dit echt wel een hele fijne auto. En er zit ook echt van alles op, weet je. Oké, je kan hier al je USB-stickie kan je erin doen. Zoals hier heb je dan de boordcomputer en er zit de navigatie en zo allemaal op. Ik heb mijn eigen navigatie nog meelopen. Die moet ik eigenlijk wel nog eventjes aanpassen, zeg maar, met de lengtes. Het is een trucknavigatie, daar kun je het gewicht en de lengtes en alles inpassen. Aanpassen. Ik ben ondertussen even zo aan het filmen en dan zie je gelijk deze tobber hier. Altijd mooi om even op de film te hebben. Voor de rest hebben we in deze auto een mooi bed. Die wordt volgens mij bij Snel niet door iedereen gebruikt. Misschien af en toe eens een keer dat ze pauze maken, dat ze even erin liggen. Ja, dit is natuurlijk mijn auto niet. Ik mag vandaag van de chauffeur lekker hiermee op pad. Nou, dit is nog een bananenschilletje van vanmorgen. Verder niet zo heel interessant. Wat wel heel leuk is, is dat die auto's voorzien zijn van een subwoofer. En je ziet eigenlijk hier achter de passagiersstoel dat ze daar een subwoofer ingebouwd hebben. Dat zit gewoon in het pakket van die auto. En we hebben natuurlijk een spuitje. Maar die subwoofer, dat is een ding, jongen. Dat klinkt echt fantastisch, jongen. Dat is hartstikke mooi om zo'n ding in je vrachtwagen te hebben. En voor de rest is het gewoon een hele fijne auto. Niet te veel poespas. En wel van alle gemakken voorzien qua koerscontrole en dat soort dingetjes. Geen koelkast of magnetron. We hebben hierboven wel kastjes. Maar die kastjes worden volgens mij alleen maar gebruikt voor... dat gaat nog best strak, eerlijk gezegd. Ja, voor rommel, hè, je ziet het al. Het is allemaal van een andere chauffeur, dus ik ga niet te veel daaraan filmen, want misschien stelt hij dat niet echt op prijs als hij dit misschien te zien krijgt. Dus ik zou ook nog eventjes laten zien die pompwagen die onder de trailer zit. Dan kunnen we wel eens eventjes gaan kijken hoe dat eruit ziet. Kijk, lopen we langs de auto. En dan heb je in principe hier zo'n kist. En dan kan je deze dingetjes, die kan je zo open doen. Zie je dat? Zo, ja, ik heb even een handschoen aan, want het is allemaal vieze zooi. Kijk, en die klep die kan dan open. Dan kun je daar zo mooi jouw pompwagen in zetten. Zo, en dan staat die daar. Die hendel die zit dan hier. Kijk, en dan kan die zo mooi erin. En zo ben je toch eigenlijk altijd voorzien van een pompwagen. We hebben bij Snel ook vaste pompwagens. Die neem ik normaal ook mee. Maar ik had vandaag een blokvracht van 33 pallets. Dus dan kon die niet achterin. Dus dan neem ik een handkar mee. En dan gaan we het zo oplossen. Ondertussen is Collecca even Bami aan het maken, denk ik. Ja, je kan het niet heel goed zien, hoor. Zijn pannetje staat op zijn naast die kist, zeg maar. Er staat een pannetje. Met bewerken zal ik proberen om nog iets verder in te zoomen. Maar ook respect voor de jongens, hè. Ze kiezen er wel zelf voor, maar je moet het allemaal maar willen, hoor. Zo rijden, zo leven. Nou jongens, hier staat het normaal altijd helemaal vol. We zijn nu redelijk op tijd. 4 uur, 4:10. Normaal staat het hier helemaal vol en ook daar allemaal in de rij om te gaan lossen. Ik denk dat wij hem nu zo kunnen aankoppelen. Dus we gaan even afkoppelen. Ik denk dat we zo voor het dok kunnen. Dus we gaan even kijken.
We hebben hier ook zo'n bak dat je kan communiceren. We zullen hem eens even aanzetten. Ik weet niet hoe dat ding werkt, joh. Laat maar hangen even. Nou ben ik blij dat het hier lekker rustig is. Zoals je in de verte kunt zien, gaan ze daar een trailer weghalen met de terminal. Misschien hebben ze hier ook nog wat plek, weet ik even niet. En dan gaan wij hem eens eventjes lekker voor het dok neergooien. Ik doe het op dezelfde manier filmen als bij Vos. Ik weet niet of dat goed gaat komen of je wat kunt zien, maar dat zullen we in de nabewerking wel even gaan bekijken. Of dat ik het misschien anders moet gaan doen of niet. Nou, deze jongen gaat weg. Hoppa, lekker man. Gaat allemaal maar net. Ik hoop dat die terminal ook weggaat. Want dan heb ik natuurlijk lekker veel ruimte als die andere ook pleiten gaat. Zo te zien blijft hij wel staan. Dat is op zich jammer. Nou, hij blijft toch echt staan met zijn terminal. Nou, we gaan even kijken. Niet echt handig dit. Zeker niet als je beginnend bestuurder bent. Gaat dat ding weg of niet? Die terminal 5. Worden gehoord. Wat zeg je? Worden gehoord, gaan ze weg, denk ik. Ah, dat is toch kut, man, dit, of niet? Pakken we toch een ander dokkie? Je hebt er net weer een weggehaald, jongens. Dus dan pleuren we hem daar wel in. Maar ik moet even kijken welke dat is. Ik kom wel heel dicht bij die trailer, hè?
pakken we deze wel, jongens. Even de deuren open gaan weer. Zo jongens, een heel gevecht om hem ervoor te krijgen. Even een paar keer steken. Staat wel een beetje scheef, maar hij staat wel gewoon tussen de blokken. Dus ik vind het altijd mooi als hij zo staat, jongens, voor de eerste keer. Dus we doen even het raampje dicht. We zetten even de motor uit. Want we moeten natuurlijk even afkoppelen. Dus we gaan hem even afkoppelen, jongens. Even de poten laten zakken, slangetjes los. Dus het bericht op de boordcomputer, maar dat lees ik zo meteen wel. We gaan hem even afkoppelen, jongens. Nou, wat ik zei, hè, we hebben het vandaag niet zo heel druk gehad. Mijn haar is wel helemaal door de war. Maar dat komt natuurlijk dat ik wel gewoon hard aan het werk ben geweest. 33 pallets met de hand lossen. En ja, ik hoop dat ik vandaag wat leuke dingen kan laten zien met het editen van deze video. En dat we daar dan een leuk videootje van kunnen maken. En natuurlijk heel erg benieuwd, willen jullie meer zien of niet? Dus doe even allemaal die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En sowieso wordt het gewaardeerd als je even reageert of je dat leuk vindt, ja of nee.